Het is donderdag en dan is het dus weer tijd voor onze Limburgse volkscultuur. En daarvoor nodigt Wim Kremers altijd lui uit, Wim. En dubs vandaag twee lui uitgenodigd uit het volkstheater, wie voor dat zo mooi zeggen. Ja, laat ik maar zeggen, een van de belangrijkste pijlers van het hele volksculturele gebeurte in Limburg, dat wordt toch gevormd, en dat wordt wel eens onderschat, door het volkstheater. Een volkstheater in de meest ruime zin, want we weten eigenlijk niet wie we op dit gebied hebben. In 2004 is er een boek verschenen. Hey, Chi, Boom, heet dat. Een beetje een rare titel, moet ik eigenlijk zeggen, maar zo heet het nou helemaal. En daar is een overzicht gegeven, het volkstheater. In de ruimste zin, carnavalsrevues, grote megaproducties, maar ook kleine producties op de dorpen. En dat heeft eigenlijk hoogtij gevierd, dat hele volkstheater, als we het zo even mogen noemen, tot de Tweede Wereldoorlog, waar vooral in de grote steden, Venlo, Remuen, Sittard, die liepen dan een beetje in voorop. Na de Tweede Wereldoorlog is het een beetje, ja, is het een beetje gezakt, zal ik maar eerlijk zeggen. En plotseling in de jaren 80 is dat weer uit de grond gekomen. En vooral de grote producties die kregen natuurlijk altijd de aandacht. En de kleine producties bleven een beetje achter. En daarvan heb ik gedacht, we gewoon zowel een grote productie aan tafel zetten als ook een wat kleinere productie. Dus vandaar dat we immers uit Maastricht van de grote productie hebben uitgenodigd. Welkom, Wel Jagers. En immers uit Buchte, het pittoreske Buchte, voor de kleine producties. En dat is Bas Eijsen. Allebei zijn voorzitter van de organisatie. Laten we dan toch maar met de Maastrichtenaren beginnen. Anders hebben ze dadelijk weer gaan te klagen. Nou wel, welkom. Wat gaat hier dit jaar op de planken zitten? Wij gewoon in Maastricht, in het MEC, gewoon voor een productie neerzetten met een stukje geschiedenis, momenten uit Maastricht, uit de jaren 50 en 60. We hebben Irma van Hoof van de voormalige cabaretgroep Romedou hebben voor een script laten schrijven. En we hebben de dames van DUXL, die vieren dit jaar een 11-jarig jubileum. En daaromheen hebben we dus een script geschreven. Dan is er weinig ruimte als ze eromheen nog gaan staan. Nou, een MEC is heel goed, hè? Dat chillt. Dat is weer waar. Daarom zijn we naar het MEC gegaan. En daar kregen we fantastische medewerking van. En daarneven hebben we alles bij ons, zo'n 170 vrijwilligers, die zich daar allemaal de showers onder zetten. We hebben prachtige decors, we hebben geweldige kostuums. En het belooft gewoon een fantastische voorstelling te worden. En zit je in het auditorium in het MEC? Of gewoon je eigen hal? Nee, in het auditorium. Niet in het grote auditorium. Ja, ja. Dus echt en het chique van het auditorium is de kinderen projectiedecors neerzetten. Dus we gewoon een combinatie maken van projectie en echte decors. Wie valt u gewoon in het auditorium? Ik ben er nooit geweest. Nou, daar hebben ze als twee. Daar hebben ze het auditorium 1, daar kent ze als 1100 in. En daar hebben ze auditorium 2, daar kent ze rond de 490. En ik moet zeggen, de auditorium 2, die is knus, die heet een beetje weg van de bombardieren. Zeg Bas, even tussendoor, het auditorium in Buchte. Het auditorium in Buchte, wie voor plaats heeft dat momenteel? Dat is niet zo groot als in het MEC natuurlijk, als in Maastricht. Ik ben vergeten te tellen vorig jaar hoeveel jullie erin kennen, maar ik denk, ze hadden een 100 aan. Dat er wel in past. En wat gaat hier op de bühne zitten? We brengen totaal geen anders als de Maastricht dat deed. We hebben geen rode draad in het programma de avond. We zijn een revuegezelschap waar sketches werden aangeleverd. 90% om onszelf geschreven werd. Dat werd hergeschreven, dat moet geoefend werden, dat gewoon voor regisseren. Dus het is een samenstelling van diverse acts, dans, muziek, zang. Wat voor een eindstelen om een avondvullend programma te maken. Allemaal uit het dorp? Allemaal uit het Buchte en omgeving, ja. Is dat dan ook zo? Want ik weet dat er bij ons ook een revue is in het dorp. Steen de revue? Ja. Je kent zo sceptisch. Ja. Maar dat is voornamelijk leuk als je uit het dorp kent. Want er wordt meestal een hoop andere lui uit het dorp werden dan een klein beetje belachelijk gemaakt. Is dat overal zo? Is dat in Buchten ook zo? Of? Nee, dat gebeurt in Buchten niet specifiek, laat ik het zo zeggen. We maken wel wat grapjes en in ene keer kan ze een grapje maken en dan gebruiken ze dan bekende namen uit het dorp in. En we hebben ook soms wel eens grapjes, dan moet voor ons twee keer overdenken en dan zeggen we toch van ik heb hem maar beter nee doen. Dus het is van de boetestander ook goed te volgen? Van de boetestander, ik ben zelf een boetestander, ik ben zelf niet van Buchte. Is het gewoon hartstikke leuk om daar aan mee te mogen doen en zeer zeker om te komen kijken. En wel, Björk is het eigenlijk, zeg, er op ook één thema gepakt met een bekende Maastrichtenaren. Een dame wordt gedomme hoe je geboet, maar er op ook diverse volksfiguren op Maastricht die toch prominent aan het pas komen. En dat wordt er meestal het café, ja, de Pielen. De oude stadsfiguren, de Pielehameleers, Geknetteke, de Roeie Pierre.
Die hebben we eigenlijk in feite als een soort hommage in een stuk. Vroeger had ze in Maastricht Petit Paris, de staarzittingen. Maar ook het ontstoor van het Mooswief kunnen we juist strak. En, maar noemt dus, je die een beetje op de hak? Want dat, in Maastricht is dat nee, zo dom. Nee, voor die lui eigenlijk, is, eigenlijk op een heel schoen manier. Gewoon voor die, ja, gewoon van Ieren, zeg maar, in een stuk. Die kregen een podium bij ons. Even over het vrijwilligerswerk, want het is in feite vrijwilligerswerk, zowel aan de organisatorische kant als ook aan de uitvoerende kant. Is het anno 2013 nog makkelijk om vrijwilligers op die bühne te krijgen? Ja, nee. En ik denk dat we daar een beugde niet over mogen klagen. Dat we hebben nu een groep van 40 vrijwilligers die toch weer klaarstaan om de productie op de planken te krijgen. En ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat het leven in deur hebt. En dat deed het in beugde heel erg. Want als je ziet wie de lui zich er nu voor inzetten, van de kledernijsters tot de decorboers en de spelers, pas negen jonge dames als nieuwe dansgroep mogen aanstellen, hoe verrassend blij met zijn. Als je ziet wat ze daar een respons van kreeg en die zich spontaan aanmelden van we willen daar wel met werken, denk ik dat we daar in het dorp, bucht en omgeving daar absoluut geen... We zijn een heel klein beetje jaloers als ze hier in wat in het merk, in het auditorium, 600 lui, hebben ze niet gezegd, dat zou ik ook wel eens willen. Nog een paar jaar te gaan. Geert zit te beperken aan de locatie die je hebt. Dat kent ze met 100 man in machine. Ja. Maar ze niet zeggen, dit zou ik nu ook wel. Want we oefenen een gans jaar ervoor en dan... Ja, sluis een beetje waal. Maar dan ben je in één keer van hoe morgen gewoon het gemeenschapshuis in Buchten omduipen tot het maak van Buchten. Dan komt wel weer gaat deze in de huur. Dat is bij, hè? Ja. Zeg, maar wie zit dat met vrijwilligers op zo'n dorp? Kan ik me dan nou voorstellen met Maastricht? Is het dan makkelijk om vrijwilligers te vinden? Ik ben zelf... altijd een verenigingsmens geweest en ik heb dus in ieder geval lui die ik ken. Dus ik moet zeggen, wie ik met het plan kwam, waren toch, de lui hebben eigenlijk allemaal heel spontaan hun medewerking toegezegd. Eén is het probleem, hoe ver tegenaan lopen, maar ik hoor dat dorstjes van mijn collega Buchten, dat is een repetitiebezoeken. Dat vinden de lui toch schijnbaar zo lastig om iedere week weer opnieuw naar die repetities te komen. Maar dat is toch het leukste, liep me dan. Ja, dan dat vind ik dus ook, maar er zijn toch lui bij, die hebben zoveel andere dingen en die willen eigenlijk overal bij zien. Alleen, ja, dat betekent goed dat ze iedere week naar die repetitie moest komen. Maar en dus de regisseur, dan wordt dat wel eens een beetje... Is het dan nog een stukje zelfverschatting? Dat de lui denken, die doen dat wel. Ja, ik denk dat de meeste dachten van, Kiefer hebben dat vrij professioneel aangepakt. En ik heb steeds gezegd, even naar het Mac gaan, willen we daar ook kwaliteit neerzetten. Dan gaan we van niet, met alle respect voor anderen. Ja. Dan gaan we van niet ergens een beetje amateur, een beetje patronaatstoneel maken. Dan gaan we ook echt voor kwaliteit. Dat zocht er eigenlijk aan ons, zoals het Mac niet op te zoeken. Precies. Zeg even tot slot, ja. Nu willen natuurlijk ook weten, wanneer gaat het plaatsvinden? Wanneer denk je wat hier? De tegenaan voor het publiek. We hebben 14, 15 februari volgend jaar weer onze twee uitvoeringsavonden. We beginnen om 8 uur, zalen open vanaf 7 uur. En kaarten zijn te krijgen vanaf 9 december, dus vanaf volgende week. En dat het nu vanaf vandaag het dat gewoon het auditorium van het Mac in Buchten. Ik denk dat we het Mac MECC Buchten gaan nemen. Heel goed idee. Ik denk dat we daar even naar de gemeente moeten. Jawel, meneer Godgeer, los. Spelen 27, 28 en 29 december. Smiddags op de 29e matinee. En uskaarten die zien al volop, bijna uitverkocht bij de VVV in Maastricht. Volgens mij zijn er nog een 250 kaarten te krijgen. Dat is toch geweldig. Maurice, dat is zichzelf verwerkt, hè? Dat volkstheater, die volksrevues, die leven nog in Limburg. Ja, en dat is maar goed ook. En ik heb altijd metgedaan in een revue in Hulsberg. Dus maak toch nog een beetje ook een goede naam. Die hebben ook een goede naam. Ik ken het een ganz klein beetje. Heren, wie me dat zo zei, het verrucht straks. Toi, toi, toi. Ja, en bedankt dat je vandaag even woord toelichten. Dicht ben blijf nog even zitten. Want doe bestaat ook hoofdonderwerp in het volgende.